Hierachter bevindt zich het altaar en tegenwoordig is het een speelhal. De Sint-Jozefkerk, nu Candy Castle, is een voorbeeld van een kerk met een andere bestemming. De gemeenschap in deze kerk werd zo klein dat het niet meer rendabel was om elke keer een mis te geven of te doen. Daarom zijn ze gestopt. Niet alleen deze kerk is getransformeerd, bijvoorbeeld ook de Nieuwe Zijdskapel met de Amsterdam Dungeon. Of de Posthoornkerk waar een escape room in de kelder zit. Maar niet iedereen wil mee met deze ontwikkeling. We zijn heel voorzichtig in het afstoten van kerkgebouwen, want weg is weg en je krijgt het nooit meer terug. Julia van Rijn is dominee bij de Protestantse Kerkgemeenschap Amsterdam. De afgelopen 18 jaar zijn 21 gereformeerde Lutherse en hervormde kerken gesloten. Maar met een andere aanpak willen zij het tij keren. We zoeken steeds meer ook naar manieren. Hoe kan je een gebouw op een andere manier gebruiken? Kan je er een diaconaal centrum van maken waar op zondag de gemeenschap nog bij elkaar komt, maar door de week er andere activiteiten zijn. Zo, nu zijn we boven. Voorheen was dit de plek waar het kerkkoor stond en prachtige liederen zong. En nu doet het dienst als trampoline. Er zijn ook mensen die zeggen van ja, een kerk moet eigenlijk iets met een kerkelijke tint blijven hebben. Dat kan ik me heel goed voorstellen, maar ik denk dat als je er dan iets voor kinderen in doet, hè, want we hebben het er altijd over dat de kinderen van God, dan denk ik dat dit een hele prachtige oplossing is. Maar volgens Van Rijn is niet alleen het behoud van de panden belangrijk. Zo'n combinatie van het oude wat we koesteren en willen behouden, naast de traditionele vormen van kerk, experimenteren met nieuwe vormen, met nieuwe taal, met nieuwe muziek. Als je alle spullen weer weghaalt hier, dan is het eigenlijk gewoon weer een kerk. Ja, is dat realistisch dat dat nog een keer gebeurt? Ik denk het niet.